dan zie je eigenlijk dat je dus die spannende dingen juist niet uit de weg moet gaan. Maar eigenlijk even op moet gaan zoeken. Maar niet op een dwingende manier, maar op een uitnodigende manier. Dus dan ga je daar die volte rijden. Maar niet onder die vlag, hè, waar je soms ook ziet gebeuren. Dat mensen dan naar zo'n vlag toe gaan en dan worden ze boos tegen dat paard. En dat paard denkt alleen maar, ja, zie je wel. Ik denk daar spanning had, hè, dat is terecht, want mijn ruiter wordt nou ook boos. Ja? Dus dat moet je niet doen. Je gaat daar gewoon uitnodigend, rustig en volte rijden. En dan steeds iets meer ernaartoe. Als hij iets wegschiet, hou je dat tegen en je ontspant weer. En weer een keer tegenhouden en weer ontspannen. En dan zie je na een paar rondjes kan je daar heel fijn vol te galopperen. Dat was heel goed. Dat deed je heel goed, hoor, Tess. Kijk, het voelt heel veilig om vast te houden. Dan denk je dat je controle hebt. Maar jij kan, ja, ik heb wellicht een pony, 400 kilo. Die ga jij niet tegenhouden. Zo sterk ga jij niet zijn. En natuurlijk heeft een paard wel een beetje een gevoelige mond. Maar als een paard wil doorlopen, loopt hij gewoon door. Dus eigenlijk door vast te gaan houden, door tegen te gaan houden, ga je minder controle krijgen. Hey, dan gaan we de teugels weer op maat pakken. Dan gaan we daar links. En dan doen we eerst weer een keer gewoon op een grote volte pakken we één balkje. Net zoals de vorige keer. En dan als het goed gaat, pakken we ze allebei achter elkaar. Goed, en weer rustig mooi door. Kijk, en dan springt ze veel te enthousiast erover. Dus dan gaan we eens kijken of we nog iets meer rust erin kunnen krijgen. Dat iets rustiger eroverheen galoppeert. Ja, dit was beter, hè? Nou proberen we weer op dezelfde manier te komen en dan probeer je in een rechte lijn te rijden. Rustig, mooi gereden. En dan doen we eens rustig, iets rustig. Zeg maar, na de hindernis even ho. Dan gaan we steeds iets harder, hè? Je begon eerst met 5,5. Nou, toen kregen we 5,25. En nu 5. Dus hij gaat steeds iets harder. Oh. Oh. Sluiten, ontspannen. Niet zitten en vast blijven houden. Want dan doet hij gewoon, loopt hij zo door. Als je je hand ontspant en dan nog een keer iets tegen gaat houden met je onderbeen erbij. Hè, dan gaat jouw pony wat makkelijker op jou reageren. Kom maar een keer. Goed, de hand mooi zacht voor je houden. Hè? Niet nu al aan het tegenhouden zijn. Goed, een keer sluiten. Ja, dit was super. En twee keer een hele goede afstand gereden op die balkjes. Kijk niet te veel naar beneden. Weet je nog dat we dit een paar maanden geleden voor het eerst deden? Toen kreeg je eigenlijk geen één keer een goede afstand op een balk, hè? En nou begint dat steeds makkelijker te worden. Dat betekent ook dat je straks over de hindernissen steeds makkelijker een goede afstand kunt rijden. En daarom zijn die balkjes zo belangrijk. Die balkjes kun je vaak doen en dat lijkt gewoon heel veel op springen. Hè, de afstand rijden, het midden rijden, rechtuit rijden, galopsprongen tellen. En als je over een balkje een goede afstand kunt rijden en ook controle kunt houden tussen die twee balken, gaat het daar met springen ook steeds makkelijker. Dat is een goede vooruitgang. Goed, leuk om te zien. Goed, wel hand mee naar voren doen. Dan kom je mooi een keer uit galop. Opletten dat je goed mee zit, hè? Dus dat je niet een beetje te strak terug blijft zitten. En hem dan eigenlijk net vergeet te volgen in zijn besprong. En we gaan niet naar voren jagen, we blijven gewoon rustig zitten. Top gereden, Tessa, heel goed. Dit ziet er simpel en vertrouwd uit samen. En ik vind nou eigenlijk dat je eigenlijk helemaal niet aan het tegenhouden bent. Goed. Nou kom je wel een beetje, goed, en weer rustig. Dan kom je een klein beetje binnendoor. Kijk, als ik recht naar de hindernis rijd, dan rijd ik hier. Dan rijd ik namelijk recht de lijn naar de andere kant, dan kan ik weer rechtsaf. Jij komt vanaf hier. Kijk waar je heen wil en dan kan je ook precies zien wanneer dat je op de goede lijn zit. Kijken waar je heen gaat. Dit is recht, dit is recht. Goed zo, heel goed. Dit was wel recht. Kijk, als jij, nou is het maar een enkele hindernis test en dat is natuurlijk niet zo spannend. Maar als jij zo aankomt rijden en er staat een, en daar staat een rechte, ja, of een driesprong of gewoon een lijn recht achter.
dan moet je gaan bijsturen. En dan creëer je dus heel veel onrust in zo'n lijn. De dingen die jij in de hand hebt, die jij makkelijk kunt maken, moet je makkelijk maken. Dus recht aanrijden, wendingen uitrijden, ritme houden, in het midden rijden. Nou, en dat heb je makkelijk in de hand. En dan kunnen er natuurlijk nog factoren zijn dat je pony een keer kijkt of dat je niet zo'n mooie afstand rijdt. Dat is moeilijker te veranderen dan rechte lijn rijden. Rechte lijn rijden is gewoon doen, toch? Kijken, blijven galopperen. Ja, en dan rustig blijven. En meegaan. Goed zo, Tess. Kijk naar links. Binnenhand ligt van de hals. Ritme houden in de wending. Ritme houden in de wending. Goed, en dan rustig blijven. Top gereden. Heel goed. Heel goed. En een changementje erachteraan. Hey. Alles zit erop. Even goed belonen. Let op, daarachter die zwarte grijze, dat is 1. Rechtdoor naar die rode hier is 2. 3. Dan dat struikje, weet je, die hebben we de vorige keer ook gesprongen. Ja. Dat is 4. En dan ga je rechtsom achter de poelverman, achter dat struikje daar. Dat is 5. En dan hier is 6, maar die gaan we ook even kijken. 6 is een beetje een rare hindernis. Moet je even een keer naartoe stappen, want die gaat hij wel spannend vinden. Want dan kan de zon een beetje in glimmen. Ik denk dat het wel meevalt. Ja? En dan ga je daar gewoon mooi eerst hierna rechtuit. En dan linksom door de dubbelsprong heen hier, deze 2. En dan 8. Maar 8 is een sloot. Ja. Na 8 ga je door de hoek. 9, die zwarte. Ja. Dan rechtsaf. En die hebben we de vorige keer zeker gedaan. Hier door de struiken heen. Ja. 10. En dan 11 A en B. Ja. Even naar 8 kijken. Goed, laat hem even kijken. Hij kijkt gewoon de andere kant op. Goed zo. Nou, weet je, we beginnen op hindernis 1. En dan wil ik eigenlijk deze even een keer gehad hebben. Want dat we het even samen doen. En dan gaan we het hele parcours rijden. Ja, dus 1 beginnen. Ik doe je gewoon 1 en dan kom je om de wal heen. En dan galopeer je hier naartoe. Weet je, iets been eraan, dan mag je ietsjes drukker opzetten. Maar niet naar voren gaan jagen. En wel op je billen zitten, hè? Want die witte rijbroek wordt hier smerig van. Zo, ja. En dan nou niet gaan jagen, nou niet gaan jagen. Kom, been erbij. Goed, doen we nog 1 keer 1. Even dat daar een beetje de spanning vanaf is. Top gereden. Goed zo, om de wal heen en dan pak ik het slootje. Galopperen. Stil zitten, 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 zitten. En belonen, belonen. Zitten. Zitten, zitten. Stoer hoor, super. Nou pakken we heel even hindernis 6, dat rare glimmende bord. En dan vind ik eigenlijk dat we alle hele gekke dingen gedaan hebben. En dan rij je gewoon het parcours. Been, 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 been. Je houdt op mijn rijden, Tess. Nog een keer. Rol aan, ja, kijk, daar kan je niet uit stilstand overheen. Dus hup, aangalopperen. Kom, kom, kom. Super, en belonen, en belonen. Nou gaan we gewoon heel het parcours doen. Even stappen. Hey, en weet je, als jij een B-parcours gaat rijden, of als je op een koer gaat, hoe werkt dat? Je gaat op een gegeven moment ga je de ring in, hè? De ringmeester roept jou en dan ga je de ring in. En dan? Daar is de ingang, hè? Kijk maar, daar is de ingang van de ring normaal. Onder dat huisje door. Langs dat huisje, onder dat dakje door zie je hem. En dan? Dus jij komt daar binnen en dan jury zit daar. Dan doe je meteen linksom voor de jury en dan doe je groeten en galopeer je naar 1. Ja, dat is wat ik tot nu toe heb gedaan. Nou, dat is niet heel handig, want dan heeft jouw pony nog helemaal niet door het parcours heen geweest. Ja. Als jij binnenkomt, sowieso tegenwoordig, is de volgende ruiter, vorige ruiter, is zijn parcours nog aan het rijden. Hè? Ja. Mogen meestal tegenwoordig met 2 de baan in. Dus dan kom jij binnen. Dan ga je draven of galopperen. Je let goed op die andere ruiter, dat je die niet in de weg rijdt. Dan rij je rond. Nou, ik zou binnenkomen hier achter de wal. Hè, daar wij 1, 2, dat we die lijn alvast even langsaf zijn geweest. Hier rond en dan hier een beetje zo slinger, slinger doorheen. Eventueel een keer rechtsom. Nou, dan is diegene een keer gefinished. En dan ga je daar naar de jury, want dat is het juryhok. Dan ga je groeten. Als jij daar binnenkomt en je doet daar hup linksaf groeten. En je galopeert naar ons in. Ben je alleen nog maar op dat stukje geweest. Ja. En dan moet jouw pony naar hindernis 1 en dan denk je, hoe was hier?
Je mag sowieso als je binnenkomt, je krijgt de bel, heb je nog 45 seconden voordat je door de startlijn moet rijden. En 45 seconden is best wel heel lang. Dat is echt als jij de baan ronddraaft, galoppeert, dat is geen 45 seconden. Ja. Nou, dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden, hè? Dat je daar even over nadenkt als je dus dadelijk op concours gaat. Dat je dat wel even doet, dat je even lekker dat je de piste rond bent gereden, dat jouw pony vertrouwd is met waar dat hij is. Dat hij geen verrassingen ineens heeft. Ja? Ja? Zullen we het parcours gaan rijden? Ben je er klaar voor? Vier is het struikje hier rechts van jou. Wil je nog één keer dat laatste ding doen? Dan zullen we hem gaan rijden. Ben je er klaar voor? Ja. Tess, ben je er klaar voor? Zullen we het parcours gaan rijden? Ja.